idee. Ja. Ik laat jullie vandaag zien hoe jullie een vernevelset via het protocol schoonmaken. Je haalt de disabel van de vernevelapparaat en je spoelt hem met lauw water om. Geen heet, omdat er dan eiwitten aan kunnen blijven zitten. Dit doe je bij een medicijnbekertje, maar ook bij het mondstukje. Je kan hem helemaal uit elkaar halen, dus het is geen probleem. Vervolgens maak je een sopje van lauw water met dat afwasmiddel. Ook gewoon met lauw water. Hier gooi je het medicijnbekertje in en een mondstukje. Laat het heel even weken. Als het even geweekt is, haal je de stop eruit en spoel je het helemaal af met lauw water. Je zet het vervolgens op het tissue. En je maakt het nog droog met een tissue of een niet stoffige, pluizige doek. Zorg dat alles goed droog is, zodat er niks meer aan blijft zitten. Eventueel kan je hem ook aan de lucht laten drogen. Dit doe je na elke verneveling. Als iemand 4 keer op een dag vernevelt, maak je hem 4 keer schoon. Zorg dat dit ook gewoon gelijk na het vernevelen gebeurt, zodat je bij de volgende verneveling hem gelijk kan gebruiken. Vervolgens maak je 1 keer per week het vernevelapparaat en de slang schoon. Dit doe je gewoon met een vochtige doek. Als dit allemaal schoon is, ruim je het vernevelapparaat op in een gesloten kast die stofvrij is.